Hallo allemaal, welkom bij mijn Wizard. En vandaag film ik even met mijn oude camera. Yep, want vandaag gaan we namelijk weer bouwen. We gaan Lego bouwen, yes. Ik heb weer een aantal Lego sets gekocht namelijk op vakantie. En één daarvan heb ik er gratis gekregen. En de andere heb ik dan hier wel gekocht. Nou, ik heb in totaal 4 nieuwe Lego sets. 2 grote en 2 wat kleinere. En één van die kleinere heb ik gratis gekregen. En dat is namelijk een Harry Potter set ook die ik gratis heb gekregen. En dat is deze. Dat is de Hogwarts Grand Staircase. Dus ja, die kreeg je gratis bij een aankoop van €150 aan Harry Potter Lego. Dus ja, die heb ik gekocht. En ook bij de officiële Lego Store is die vandaan. En ik heb ook bij een speelgoedwinkel daar in de buurt heb ik de Black Panther Mech Armor van Lego Avengers. Dus ja, dit is volgens mij de eerste Lego set die ik review die niet van Harry Potter is. Maar ja, ik heb nog een andere set ook die niet van Harry Potter is. Maar daar moeten jullie even voor wachten. En ja, voor nu gaan we dit lekker unboxen. En ga ik het lekker in elkaar zetten. Dus ik ga jullie gewoon naar beneden brengen. En we gaan gewoon beginnen met de Mac. Want die is het kleinst. En daarna gaan we overschakelen naar ja, de Hogwarts Grand Staircase. Dus ja, vrij simpele set met maar 1 minifigure. Maar ja, let's go. Let's build, laten we daarmee zeggen. Waar leg ik deze doos neer? Die leg ik daar neer. Ik heb te veel rotzooi. Laten we naar beneden gaan kijken. Dus ik heb hier de doos. Dit is hoe de doos eruit ziet. Dit is vast een van de 3 nieuwe Macs die eruit kwam van Lego Avengers. Je had ook Iron Man en Wolverine. Die heb ik allebei al een tijdje geleden toen ze uitkwamen gekocht. Black Panther had ik niet gekocht. Maar ik zag hem nu staan voor best wel goedkope prijs. Dus ik dacht van, let's do it gewoon. Weet je, we gaan nog wel kopen. En ja, zeker met de nieuwe Black Panther film die aan het einde van het jaar uit gaat komen. Waarom niet, weet je. Let's do it gewoon, zou ik zeggen. Zo, nice. En natuurlijk ook met Chadwick Boseman, die een tijdje geleden is overleden. Ja, is het gewoon een ideale moment. Goed, ik ga hem gewoon lekker in elkaar zetten. En jullie gaan het zien in een kort timelapse. En dan tussendoor schakelen we over naar de andere Lego set. Dus laten we gaan beginnen. Laten we een muziekje spelen ofzo. Let's go.
Oké, goed. Nou, de Black Panther armor is klaar. Nou, het is een best goede armor. Ik vind hem best leuk. Je hebt mooi die klauwtjes die je gewoon mooi kan bewegen. Hij heeft een hele hoop beweging ook overal. Mooie paarse highlights en dat soort dingen. Ook een beetje dat Black Panther paneeltje daar aan de voorkant. Voor de rest de Black Panther minifig. Ik ben niet helemaal fan van de klauwtjes. In principe vind ik ze niet echt nodig. Ze zijn ook nooit echt zo groot zichtbaar, zeg maar, in de film of wat dan ook. Voor de rest, de suit zelf is gewoon heel mooi. En je krijgt ook nog voor de rest een gezichtje ervan. Dus die kun je eventueel gewoon voor plaatsen en dat soort dingetjes. Het is alleen dit gezicht. Voor de rest dat blije gezichtje. Meer is het niet. Maar de Black Panther suit is voor de rest een heel gaaf suit. En het is volgens mij van de Avengers game meer gebaseerd. Qua pak en dat soort dingen. Niet per se van de film. Dus ja, de game heb ik gespeeld. Maar ik kan me Black Panther niet goed herinneren of die grotere klauwen had in de game of wat dan ook. Maar de klauwen ben ik niet zo fan mee. Maar goed, de Mac is super gaaf. Ik vind de Mac heel erg leuk. Ik ben best wel gewoon fan van Macs en dat soort dingen. De rest van de achterkant ziet het er best wel troep uit, zeg maar, om het zo te zeggen. Maar de voorkant is best wel sick. En ja, de beweging en alles is gewoon heel gaaf. De klauwen zijn heel gaaf hoe ze dat hebben gedaan. Dus de Mac, ik ben er fan van. Het hoofd is ook super goed. Dus heel blij mee. Goed, we gaan nu naar de andere set van Harry Potter dan nu. Van de Hogwarts Grand Staircase. En we hebben mijn minifig als het goed is. En dat is Hermeline. Dus het is op zich best wel een redelijk grote set volgens mij. Maar je kan er meerdere dingen mee. Dat is helemaal top. Wauw, hij zit zelfs vast met plakband. Wauw, dat zie je niet heel vaak meer. Maar goed. Dit heb ik letterlijk bij de Lego Store gekocht in Florence, in Italië. Ik was namelijk 2 weken in Italië. Dus ik was samen met mijn vriendin en 2 vrienden van ons in Florence. En daar hebben we lekker geshopt. En daar was ook een Lego Store. Daar heb ik deze dus toen gratis bij een doos van Harry Potter Lego gekregen. Je moest minimaal van €150 neerleggen. En dan kreeg je deze set er gratis bij. Het is normaal volgens mij iets van een 30, 40 euro set, zeg maar. Dus ik ben zeker blij mee dat ik een gratis set krijg. Gratis is altijd goed. Ik heb wel een hele dure set daarnaast bij gekocht. Dus het is nou niet echt per se of ik heel goedkoop uit ben geweest. Maar ik heb wel €100 boven die €150. Ik heb zo'n €250 aan 1 set betaald. Maar goed, jullie gaan die de volgende keer zien. We gaan nu in ieder geval deze set bouwen. En dan zien we voor de rest verder. De nieuwe boekjes trouwens. Ik ben niet helemaal fan van die witte gekleurde boekjes. Ik weet niet. Ze zien er gewoon heel anders uit. Ik weet het niet. Maar goed, het ziet eruit als een IKEA beschrijving of zo. Weet je, alsof je een IKEA beschrijving. Maar dan kleurrijk, zeg maar. Om het zo te zeggen. Maar goed, we gaan hem nu gewoon lekker bouwen. Let's go.
Oké, goed. De staircase is klaar. En het is een leuke staircase, kan ik je zeggen. De minifig is voor de rest vrij simpel. Het is Hermeline. Het is kleine Hermeline. Het heeft niet de bewegende beentjes. Het heeft twee gezichten, dat wel. Een beetje angstig gezicht en blij gezicht. En het is een oké Hermeline voor de rest. Het is dezelfde. De staircase voor de rest. Het is een vrij simpele set. Heel veel stickers. Echt heel veel. Alle plaatjes die je ziet zijn allemaal stickers. Voor de rest heb je natuurlijk wel de deur die leidt naar de Gryffindor kamers en zo. Die kan je ook aan de andere kant zetten. Je kan deze deuren heel makkelijk eruit krijgen. En natuurlijk het grote ding is, je hebt de staircase die kan veranderen. Je hebt de trap die gewoon kan veranderen van plek. En je kan hem ook gewoon helemaal rond doen. Dus als je misschien deze set nog een keer koopt, dan kan je hem aan de andere kant een beetje neerzetten. Of misschien zelfs vier keer koopt. Dan in totaal dan kan je dit helemaal rond maken, zeg maar. En dan kan je eigenlijk een hele soort staircase maken. Een hele vette staircase. Dus super gaaf. Het zal vast er voor de rest ook wel in andere sets passen, want hier zitten allemaal nopjes aan. Maar de andere set heb ik hier er niet voor. Ik heb niet echt heel veel van de nieuwe sets. Dus dat is gewoon eigenlijk het hele ding. Maar goed, deze set is wel heel gaaf. En voor de rest de prijzen en zo zijn wel gewoon normaal best laag hiervoor. Volgens mij is het wel rond de 20, 30 euro zo'n beetje. Dus dat zijn wel topprijzen. Ik heb hem helemaal gratis. Maar daarvoor moest ik wel een set van over de 150 euro kopen. Maar het is een leuke set. Het is een leuke set. Zeker als je hem gratis kan krijgen en je hebt meerdere sets gekocht. Dan is het alleen maar tof. Maar goed. Jongens, ik wil jullie super bedanken voor het kijken naar deze video. Linkjes zullen voor de rest wel in de beschrijving staan als je deze sets wil kopen. Naar de goedkoopste manier om deze te krijgen. En voor de rest vergeet zeker even niet alle linkjes in de beschrijving te checken. Vergeet zeker mijn nummer niet te checken en mijn nummers niet te checken. En ik zie het allemaal weer in de volgende Lego video eigenlijk, denk ik dat het wel weer is. Dus later.